Ook nu weer bij Mr. Amsterdam. Van bezijden de grote rivieren, de Nachtzusters. Vandaag met kunstnijverheid. Ja, dat is inderdaad... Dat is een ingewikkeld werkje. Legt u het maar even uit, dan pak ik hem op spring. Ja. Dus wat wij dus hier al lang jaren in de streek doen, is sieraden maken van mensenhaar. Ja. En daar hebben we dus verschillende op voorraad van alles. Ja, ik maak hier nu een heel modern sieraad. Dat is draaieckig, driehoekig, zoals jullie in Amsterdam zeggen. Dan zet ik nu... Wacht, je moet even over de klink nog. Oh. Of de eigen nagelklink. Daar zet ik dan dameshaar bij. Dan moet ik ook wat mannenhaar. Dat heb ik hier. Dat is haar van vader. Dus heel... Dat is wat stugger. Ja, zeker. En dan geef je, stevigheid aan het product. Body krijg je tegenwoordig. En zuster, dan heb je van die kleine kroezelige haartjes. Of voor de details. Voor de details. Ja, voor de details gebruiken we dan, dat is van het hele gezin, van die kleine, van die kroeshaartjes, zeg maar. Ja. Dat hebben we in een speciaal potje, bewaren we dat. Kijk, dit is typisch, die is heel veel aan gekrabbeld. Dan kun je wel zien, dat is van vader ook, denk ik. Zo ziet u maar weer, beste kijkers. De Nachtzusters in hun streek, daar gebeurt van alles qua kunstnijverheid. Het is maar dat u het weet. Kroeshaar van vader. Kroeshaar van vader.